Jon komt de Technische Hogeschool. En 23 juni was een belangrijke datum in Eindhoven's historie. De dies natalis van de Tweede Technische Hogeschool. In een bijeenkomst in de Kamer van Burgemeester en Wethouders begonnen de plechtigheden van de geboortedag. Na een korte toespraak van meester Kals leggen de leden van het curatorium de eed af. Speciale zitting van het academisch genootschap in de DAF-kantine feliciteerde de minister het gehele Nederlandse volk met het tot stand komen van deze technische hogeschool. Ingenieur Tromp, lid van het curatorium, gaf aan de hand van gedetailleerde tekeningen en schetsen een beeld van de ligging en de bouw van de nieuwe hogescholen. Teruggekeerd in de Kamer van Burgemeester en Wethouders deelde burgemeester Kolfschoten aan een der voornaamste voorbereiders van de Tweede TH, meester Jacob, mede dat het gemeentebestuur had besloten hem tot ereburger van de stad te benoemen. De burgemeester overhandigde hem de gouden erepenning. In een plechtige zitting van de gemeenteraad in het Stedelijk Van Abbe Museum maakte ingenieur Gene het besluit bekend het terrein waarop de TH komt om niet af te staan. 'S Avonds gaf de stad uiting aan haar vreugde, onder andere door middel van een spectaculaire lichtstoel.